een iets ander soort video. Zoals jullie zien, zit ik in mijn slaapkamer. En ik ga voor jullie een Cupshe haul doen. Cupshe is een bikini- en badpakkenmerk. Dat is online verkrijgbaar. Ik zal de links hier allemaal onder in de beschrijving zetten. Ik ga jullie laten zien welke bikinis en badpakken dat ik heb gekozen. En ik ga ze ook allemaal aanpassen. Zoals jullie misschien weten, vertrek ik binnen een dikke 3 weken op vakantie. Dus ik had wel nieuwe bikinis en badpakken nodig. En ik heb er de Cupshe besteld. Als eerste heb ik deze rode bikini met witte hartjes. Ziet er super, super schattig uit. Ziet er, moet ik zeggen, wel een groot topje uit. Ik weet ook niet welke maat ik heb. Een medium heb ik genomen. Normaal heb ik een small van broekje en een medium beneden. Maar ik heb alles in een medium genomen. Ook het broekje heb ik in een medium genomen. Het is zo'n high-waisted broekje en zo een beetje Brazilian. Oké, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat passen, dus let's try it on. Oké, dit is de eerste bikini. Zoals jullie zien is het inderdaad wel een hoger broekje, meer zo in uw poep. Het topje past ook wel goed. Ik ben toch blij dat ik een medium heb genomen, want anders ging dat zo te smal zijn van boven. En dat vind ik ook niet mooi. Ik vind de kleur tof. Ik vind het printje schattig. Niet te kinderachtig, maar ook niet te saai. Als je snapt wat ik bedoel. Dus de eerste bikini is helemaal goed gekeurd. Oké, dat was de eerste bikini. Dan heb ik een groene. En die ziet er zo uit. Ik vind de details en het topje wel heel leuk. En die heeft dat ook van achter. Dus dat is ook wel weer tof. En dat broekje is wel een groter broekje en zo'n hoger, iets hoger broekje. Ik weet niet juist hoe hoog het gaat vallen, maar dat zullen we ook weer zien als het aan is. Ik denk dat ik zo'n broekje sowieso niet ga aandoen om te zonnen, maar wel gewoon voor foto's of gewoon rond te lopen op het strand of zo, of te gaan zwemmen. Maar voor de zon denk ik dat het broekje wel zo te veel dingen bedekt. Dus, maar dat is mijn persoonlijke mening. Oké, laten we deze aandoen. Oké, zoals jullie zien is dit inderdaad wel een veel breder broekje dan het vorige. Ook van achter. Het is echt wel wat losser en wat meer bedekkend. Minder mijn stijl, maar het topje vind ik thans wel heel cute. Het topje zit ook wel echt heel goed en ik vind gewoon de details ook echt heel mooi van het topje. Dus het topje ga ik sowieso wel aandoen. Maar dan ga ik dat misschien wel combineren met een gewoon zwart broekje. Omdat ik dit broekje toch wel iets te groot vind. Want dit is dus bikini 2. Dan hebben we denk ik een badpak. Zie, ja. Dit is een badpak. Die heb ik in maat medium ook genomen. En die ziet er zo uit. Het is zo'n Bordeaux badpak. Ook weer van achter redelijk bedekkend. Wel een dieper uitgesneden rug. En er zit ook wel padding in. Want ja, de bikinis hebben ook wel allemaal padding. Want hier zit ook wel padding in. Maar deze heeft wel zo'n iets dikkere padding. Dus ik ben benieuwd. Ik draag niet zoveel badpakken. Ook weer gewoon met het zonnen, dat ik dat een zonde vind, dat ik ja, niet bruin word. Maar ik vind dat wel eens cute voor aan te doen met een short als je naar het strand gaat. Of om dat aan te doen voor foto's of zo. Daar denk ik dan natuurlijk ook wel weer aan. Dus deze is de volgende die ik ga passen. Oké, dit is het badpak. Het is heel bedekkend overal. Dus als je iemand bent die wel graag alles wat bedekt heeft als je naar het strand gaat of het zwembad, dan is dit wel ideaal. Ook van boven, alles zit wel goed. Dus ja, goed bedekkend. En dat is wel, kan ook wel stof zijn natuurlijk als je niet in een mini bikini naar het strand wilt. Maar dit is dus een badpak. Ziet er zo uit. Van boven ook goed vast. En dan hier gaat het zo samen met een strikje. Dan hebben we denk ik nog een badpak. Ik zal het wel niet meer heel goed. Ah nee, oké, dit is een bikini. Dat is wel een heel mooie kleur.
Dit is de bikini top. Ziet er zo uit. En dan kun je zo de lidjes aanspannen. Dat kan direct wel gaan doen. Ziet er super tof uit. En dan het broekje. Is ook weer een iets bedekkender broekje, maar minder als die andere. En ook weer een iets hoger broekje. Stofje is een ribbelstofje. En het is echt wel heel goed gevoerd ook. Dus wel, ja, de kwaliteit is echt wel heel goed. Dus dat is wel tof ook. En deze is dan ook weer gepijt van binnen. Oké, let's try it on. Het topje is zo eentje om aan te spannen, zoals je kunt zien. Dan kun je dat binden. Het topje, moet ik wel zeggen, is aan de iets kleinere kant nu. Omdat zo hier opzij merk ik dat wel, dat dat zo'n beetje eruit komt. En alles zit wel redelijk strak en gepusht. Dus dat mag misschien wel iets groter zijn in dit geval. Het is wel weer een medium, dus je kunt het nooit heel goed inschatten. En dan het broekje is zo meer een high-waisted broekje, tot net onder de navel. En vanachter is het zo half, dus ik vind dit broekje wel op zich een mooi broekje. Vind ik wel cute, dat zou ik wel dragen persoonlijk. Dus dit vind ik wel ook weer een heel mooi. Ik vind het topje heel mooi, alleen ja, spijtig. Het mag iets groter zijn, maar overall, ik kan het wel aandoen en ik kan het wel dragen. Ik vind het wel heel mooi. Alrighty, dan. We hebben er nog twee te gaan. De volgende is een zonnebloemprintje. Dus dit is de bikini. Vanachter heeft hij zo dubbele straps om te binden. Dus dat is wel heel cute. Van binnen heeft hij trouwens ook lijntjes. Ik weet niet of je die binnenste buiten kunt draaien. Ik denk het niet. Want dan zie je redelijk fel de afleiding. Maar ja, ik zou ook wel niet de streepjes draaien. Ik zou enkel de zonnebloemen dragen. Dit is het broekje. Ziet er zo uit. En is weer wel iets smaller van achter. Dus I like it. Het ziet er veel belovend uit. En het is ook met zo'n echte ijzeren sluiting. Oké, dit is de bikini met de zonnebloemen. Ik heb het hier zo van voor een beetje samengebonden. En dan van achter ook hier. Ik weet niet juist hoe de bedoeling is om het samen te binden. Maar ik dacht dat dit wel cute was. Het topje zit super goed. Heel goed. Heel aangenaam. Ook wel best goed supportive met die lijn hieronder. En dan het broekje, vind ik ook super mooi. Heeft zo van die kruis hier opzij. Maar dat is wel echt cute. Ik vind het broekje ook wel echt heel mooi. Dus dit is zeker een heel geslaagde bikini. I like it. Deze zou ik zeker dragen op vakantie. En dan zijn we bij de laatste aangekomen. De laatste is ook weer geel. Dit is het broekje. Dit is eentje om te binden. Dat is een side-tie broekje. Dan ziet de achterkant eruit. En het topje is om van voor te binden. Dan kan je dus eigenlijk van voor een beetje zelf aanpassen. Het ziet er zo uit. En ik denk ook dat je die lintjes wel rond kunt draaien. En het ziet er echt wel ook weer super cute uit. De frulletjes zijn ook subtiel, maar toch zo net iets extra. Dat vind ik wel heel tof. En je kunt de bandjes ook van achter herstellen. Oké, de laatste die ga ik nu aandoen. Oké, dit is de laatste bikini. Dit is het topje met frulletjes. En dan kun je dus inderdaad hier zo heel mooi binden. Het broekje is ook wel iets hoger. Niet heel veel, maar ik vind het wel zo net voldoende hoog genoeg. En ja, ik vind dit wel echt een super toffe bikini. Volgens mij kun je die lintjes ook wel zo ronddraaien. Als je wilt voor wat extra, maar ik vind het zo wel mooi. Ik vind dit ook wel een hele mooie, toffe bikini. Oké, dat waren alle bikinis die ik heb van Cupshe. Ik heb ze allemaal aangedaan. Ze zijn allemaal goedgekeurd. Sommige broekjes vind ik misschien iets te bedekkend. Dan zou ik liever iets minder bedekkend willen. Maar ja, dat kan ik wel oplossen door er een ander broekje bij te doen natuurlijk. Dus dat is mijn plan. Ik vond ze allemaal wel mooi. Laat me weten wat dat jullie favoriet was. Ik ben heel benieuwd.
Dus zeker thumbs up als jullie deze video leuk vonden. Als jullie zelf Cupshe willen uitchecken, alle info zet ik hieronder in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende keer.